Een Amsterdamse professor kwam 40 jaar geleden tot de overtuiging dat het sjouwen een vervelend karwei was dat nodig door een machine gedaan moest worden. Hij heeft geruime tijd gewerkt aan de constructie van een transportkabel. De resultaten die hij bereikte werden na de oorlog door een Zwitsers ingenieur uitgewerkt tot een goedkoop en gemakkelijk verplaatsbaar transportsysteem, de kabel Lasso, dat reeds op allerlei terreinen zijn doelmatigheid bewezen heeft. Vrachten tot 60 kilo kunnen ermee worden vervoerd. Het werkt zo eenvoudig als het boodschappenmandje van een bovenhuis. Maar er is heel wat vernuft voor nodig geweest om het zo eenvoudig te krijgen.